We staan nu in het oude kantongerecht in Den Helder. In deze ruimte zie je eigenlijk niet wat er gaande is. Het is warm, het is behagelijk. Maar alle verwarmingselementen die hier ooit gezeten hebben, die zijn verdwenen. Als je zo'n band hebt als dit en je wilt zoveel mogelijk details intact laten, dan zoek je naar iets wat zo min mogelijk inbreuk maakt. Dus zo min mogelijk gaten maken, panelen wegslopen. En dan heb je dus de beperking dat sommige systemen, als je met leidingen aan de gang moet, tegenspreken. De elementen die zorgen voor de warmte in deze kamer, die zitten in de vloer. En onder deze houten vloer zit een folie en die zorgt ervoor dat het elektrisch warm wordt. Carbonic is een leverancier van verwarmingssystemen op basis van carbon, koolstof. Wij hebben drie verschillende producten. Het eerste product is een folie, daar zit koolstof in en dat is met name geschikt om ook onder de vloer te gebruiken als verwarming. We hebben een verf, die is heel geschikt om aan de wand te hanteren. En tot slot panelen, die kunnen we aan het plafond bevestigen. En alle drie de systemen werken op basis van koolstof, waar we een stroom erheen laten lopen die dan met 99,9% rendement warmte geeft. We hebben bij het verbouwen van dit project voor gekozen om de vloeren te isoleren, zodat het beter geïsoleerd is en daardoor heb je ook minder warmteverlies naar de vloer toe. Daardoor konden we dus heel makkelijk hier de vloerverwarming toepassen, de elektrische folie die hier in de vloer ligt. Op de plekken waar we geen isolatie in de vloer konden brengen, hebben we de wandverwarming toegepast. En waar we nog extra verwarming nodig hadden, daar hebben we plafondpanelen gebruikt. Ons product is een heel duurzaam product. Het is ook een circulair product en het is ook een product wat heel lang meegaat, omdat er geen bewegende onderdelen in zitten. Niets slijt, kan het tientallen jaren meegaan. Nu we zo de balans hebben opgemaakt na een jaar monitoren, betekent dat we ongeveer de helft van de kosten hebben die ons aanvankelijk waren voorgespiegeld door de conventionele installateur.